Hier zie je een legale druk. Allemaal flesjes bier. Bier met alcohol. Die zorgt ervoor dat je geest verandert. Kader 9.4. Alcohol en drugs. Je gaat leren de gevolgen van alcoholgebruik te kunnen noemen. Je moet weten dat je drugs in 3 groepen kunt verdelen. En je moet voorbeelden van de categorieën kunnen noemen. Je moet 3 vormen van verslaving kunnen noemen. En 5 kenmerken van een verslaving. En die alcohol zorgt dat je je anders gaat gedragen. Die zorgt dat je coördinatie vermindert. En die zorgt ervoor als je veel lange tijd alcohol gebruikt, dat je hart- en vaatziekten kunt krijgen. Hier zie je verschillende drugs en het percentage van jongeren die ooit gebruikt heeft of die op dit moment gebruikt. En het gaat om jongeren tussen de 12 en de 16 jaar. Middelbare schoolleeftijd dus. 11,6% van de jongens procent en 7,3% van de meisjes heeft ooit cannabis gebruikt. En 6,3% en 3,5% doet dat nu op dit moment. En je ziet dat ook voor ecstasy, cocaïne, amfetamine en paddo's. Hier zie je verschillende drugs. Je hebt opwekkende middelen, amfetamine, speeders, ketamine, ecstasy met MDMA erin als werkzame stof en poppers en cocaïne zijn opwekkende middelen. Daar voel je je fitter, energieker van, kun je langer doorgaan. Je hebt ook het omgekeerde en dat zijn verdovende middelen. Heroïne, ketamine ook, want het ligt aan de dosis hoe ze werken. Wiet, hash, alcohol en GHB. Dan zijn er tenslotte nog de derde categorie. Dat zijn bewustzijnsveranderende middelen. Hallucinaties die je krijgt, paddo's en LSD. Hier zie je die ecstasypillen en die hebben het voordeel dat je de wereld door een roze bril ziet, dat je veel meer energie hebt, maar je kunt ook last van uitdrogingsverschijnselen krijgen. Doordat die pillen illegaal zijn, is er ook geen controle op en weet je ook niet wat voor middelen je binnenkrijgt. En je kunt ook last van je geheugen krijgen als je ze heel vaak en heel veel gebruikt. En verslaafd raken kan je op 3 verschillende manieren. Je kunt lichamelijk verslaafd zijn, je kunt geestelijk verslaafd zijn en wat ook heel belangrijk is, sociaal verslaafd zijn. Er zijn middelen die meer lichamelijk verslavend zijn, zoals heroïne bijvoorbeeld. Geestelijk verslavend, zoals wiet. En sociaal verslavend zijn ze eigenlijk allemaal. Want je hebt een groep mensen waarin je gebruikt. En die mensen, die zie je dan niet meer als je stopt met dat gebruik. Wanneer ben je nou eigenlijk verslaafd? Nou, als je steeds vaker moet gaan gebruiken om hetzelfde effect te krijgen. Als je vaker gebruikt dan dat je zelf eigenlijk wil. Als je steeds minder aandacht hebt voor school, je studie, familie en vrienden. Als je het grote gedeelte van je tijd bezig bent met het gebruiken van drugs en het herstellen daarvan. Of als je zelf niet kan stoppen. En als je regelmatig in je eentje drugs gebruikt. 5 van die kenmerken moet je kunnen noemen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 9.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.